Hallo allemaal, zoals jullie vast wel weten ben ik een tuinliefhebber en een kamerplantenliefhebber. Zowel van kamerplanten en tuinplanten natuurlijk. Ja, kijk, dit is de hydrangea in de winter en dit is mijn tuin in de winter. Nou, er staat nog niet veel in. Maar ja, ik denk, laat ik het toch maar eens een maken. Het is altijd leuk om te zien. Het begin van het nieuwe seizoen. Hier heb ik er twee weggehaald. Daar één en daar één. Ja, die hingen over, dus nu heb ik een mooi compact bosje. Nou, die bloemen die van die hydrangea die daar staat, die lijkt mooi staan. Of die lijkt mooi zitten. Mooie decoratie voor in de winter. Nou, en daarachter, daar komen de sneeuwklokjes al op. Ja, die komen meestal in februari, komen die al op. En daar een helleborus. Kijk hier, daar. Een helleborus. Helleborus. Nou, en hier een groenblijvertje. Ja, en de rest moet nog komen. Ja, en de lente. En daar is het op wachten. Op de lente. Ja. Oké, hier, kijk hier. De roosjes. En hier de roosjes. Daar staat een lavendeltje nog mooi te wezen. En hier een roos. Nou, en hier staan de herfstassels normaal gesproken. Kijk, hier komen ook al wat bollen de grond uit. De hyacinten. De vroege. Ja, die komen altijd vroeg dus. Ik weet niet wat het is, maar die komen altijd vroeg. Ja, goed. We zien wel wat het gaat worden. Nou, en die hibiscus die staat er ook weer goed bij. Alles is mooi weer bijgehouden. Nou, de... Aguta, die is ook zonder blad aanwezig, daar ook, Spirea aguta. Ja, dat heb je in de winter, dan zit er geen blaadje meer aan. Ja, goed, laten we hopen op een... mooi nieuw seizoen. Op een mooi plantenjaar. En we gaan het allemaal zien dit jaar wat het gaat worden. En wat mijn experimentjes weer gaan worden. Ja, daar leef ik echt weer naartoe. Dat is mijn leven, mijn hobby. En dat zal het altijd blijven. Ja, mijn leven lang. Kijk, daar komen ook narcissen naar boven. Hier wat kruipertjes. Ja, die weet ik zo even niet bij naam. Dit is ook een Spirea. Er komen nog hele kleine knopjes in. Hele kleintjes. Maar ja, die kun je bijna niet zien. Ja, dat is het zo'n beetje. De eerste update. In 1924. 2024. God, krakel in de war. 1924. Kom ik daar nou weer bij? Ja, goed. Ieder mens maakt fouten, ik ook. Nou, mensen, een prettige avond verder. Dag of morgen, net wanneer je dit kijkt. En tot de volgende update. Doei doei.